Hallo iedereen, ik speel Lotte. Ik speel Caroline. En ik zie je boven. Wat doe jij hier? Zou ik het aan jou kunnen vragen? Ik wou gewoon even weg van de drukte. En ik kan het spelletje spelen. En geen toederballon gooien. En ook geen kus mijn slagroommondje schoon. Ik kan vuurtjes ook spelen. Caroline, dit is niet leuk. Doe die aansteker weg. Je hebt gelijk. Vuur heeft immer snel ik spat op jou. Wat een soort. Gelukkig heb ik een plan B bedacht. Ik snij gewoon in stukken en voer je aan de vissen. Want die hebben het al lang zonder niet meer betrokken gesteld. Wel eerlijk, dat is natuurlijk een kwestie van spraak. Er zitten toch geen vissen in deze vijver. Dan voer ik je aan de ratten. Dat past beter bij jou, onderkruipster. Wat bezielt jou toch? Wat mij bezielt? Wat bezielt jou om Thibaut te verleiden? Af aan de eerste dag kun je je ogen niet van hem afhouden. Thibaut is van mij en ik laat hem geen tweede keer van me afnemen. En zeker niet door zo'n zielepoot, geroosterde kip. Ik mag dan wel een verbrande kip zijn, maar jij bent niet veel beter. Want jij bent een kip zonder kop. Of op zijn minst een kip zonder ook maar 1 gram hersenen. Wie is hier dus de zielepoot? Denk je echt dat Thibaut voor je faalt? Natuurlijk wel, als hij maar niet de hele tijd wordt verleid en afgeleid door van die opdringerige tuttenbellen. Ik heb me nooit aan Thibaut opgedrongen. Dat zou ik nooit doen. Zo ben ik niet. Ik val nog liever dood. Daar kan voor gezorgd worden. Denk maar niet dat je indruk kan maken met dat slotmes van jou. Ik heb al veel meer messen in mijn lijf willen kerven. Die messen heb je overleefd, maar dit hier wordt je dood. Denk je echt dat ik Thibaut terug kan winnen met dit gedoe? Ik maak de wereld gewoon een beetje mooier. Dat is wat prettiger voor iedereen, ook voor Thibaut, want Thibaut is perfect. Wat is hier allemaal aan de hand? Thibaut! Wat doe jij hier? Trouwens, het is helemaal niet perfect. Dit weten zelfs mijn beste vrienden niet dat ik een ongeluk heb gehad met de structuurfout. Geef me nu maar dat mes. Geen sprake van. Caroline, alsjeblieft. Geen sprake van. Ik maak jullie alle twee kapot. Dat heeft wat helemaal geen zin. En of dit zin heeft, ik verlos de wereld van twee. Van twee onderkruipers, bestriegers, minbaksels. Het is gek geworden. Caroline, geef me gewoon dat mes.